Bingo, de nummer 1 boekmaker voor paardenrennen. Zondag staan er op de hippodroom van Kuurne 8 drafkoersen op het programma. En de vijfde ren van de namiddag is ook de TRC-draverij van de week. Er komen 14 deelnemers aan de start over een afstand van 2300 meter. Onze favoriet is het nummer 14, Jackson Darling, die met driver Gunter Luyks aan de start komt. Zijn uitdager is het nummer 5, Cannon Oxford, met Jules van de Putten. Beide paarden kwamen elkaar 2 weken geleden al tegen over dezelfde afstand als deze zondag. In deze Kuurnse referentiekoers neemt Cannon Oxford een rustige start. In de gele kleuren volgt hij pas in 7e positie. Jackson Darling zit nog verder en komt pas in beeld bij het uitkomen van de 2e bocht, waar hij zich in het buitenste spoor bij de leidersgroep voegt. Cannon Oxford zakt wat terug en wanneer het peloton de rechterbocht opnieuw indraait, volgt de draver van Clément Van Sant slechts in 10e stelling. Aan de overzijde zet Jackson Darling in de witte kleuren met blauwe mouwen ondertussen een 2e aanval in. Aan de buitenzijde van het peloton verovert hij de koppositie. In de gele kleuren komen Cannon Oxford en Jules van de Putten als 5e de laatste bocht uit. Aan de buitenzijde rukken ze nog op naar de 2e plaats, maar de steeds leidende Jackson Darling blijft buiten schot. Op basis van deze koers kan dit duo opnieuw de eerste plaatsen wegkapen. Onze TRC vullen we aan met het nummer 8 van Keenlove. In de sulky zit Belgisch kampioene Hanna Huygens. In haar laatste koers maakte Keenlove een galoppade waardoor ze uitgesloten werd. Maar dat de Mary over de nodige talenten beschikt, zagen we eind november in Mons. Dit was toen pas de 2e koers uit haar loopbaan. Na een snelle start volgt ze keurig op de 2e plaats. De sterk leidende Katrien Dertals blijft dapper doorzetten. Deze winnaar is er zondag niet bij. Keenlove, die hier de 2e plek probleemloos kan veiligstellen, komt hierdoor ook in beeld voor een plaats in de TRC. Onze prognose voor aanstaande zondag in Kuurne houden we dus op de nummers 14, 5 en 8. Bingo, de nummer 1 boekmaker voor paardenrennen.